Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video en in deze video heb ik een review voor jullie. Ditmaal weer een keer een gare review en dit keer is het ook een luxe gare reviewtje wat ik ga doen voor jullie. Het gare wat ik ga reviewen voor jullie, daar liep ik al gelijk op te kwijlen dat ik zag dat het bekendgemaakt werd dat het ging komen. En het is een gare van Scheepjes, namelijk de Whirligig en de Whirligigette. En echt, de kleuren zijn grandioos. Echt zo onwijs mooi. Dit is dan de Teal to Yellow, de 203. En ik heb dan ook nog de Gigette Ocre. En dat is dan kleur 254. Dus echt een mooie gelige kleur is dit. Ik ga op camera uiteraard eventjes testhaken met het garen. Dat doe ik met de Whirligigette. Want deze vind ik nog te mooi om aan te breken. En ik ga ook nog eventjes bedenken wat ik hiermee ga maken. En dit garen ga ik ook dan gebruiken als tutorial op mijn YouTube kanaal. Dus deze ga je in de toekomst nog een keertje terugzien. Ik moet alleen nog eventjes gaan bedenken uiteindelijk wat ik er echt mee ga haken. Ik heb er een aantal ideeën mee in mijn hoofd zitten. Maar dat moet ik dus nog eventjes gaan bedenken. Maar ik ga dus testhaken met de Whirligigette. Het is dezelfde samenstelling. De Whirligig en de Whirligigette bestaan allebei uit 20% opaca wol en 80% virgin wol. En nou is mij niet helemaal duidelijk wat de virgin wol is. Het is dus gewoon echt een wolsamenstelling. Een opaca met een ander soort wol. Het is mij dus niet echt helemaal bekend wat voor soort wol het is. Dat kon ik ook niet echt terugvinden op de site van Scheepjes zelf. Maar die samenstelling is echt zo gigantisch zacht. Het is gewoon echt niet normaal hoe zacht dit is. En je haakt het met een haaknaald 3,5 of 4. Nou, op beeld ga ik straks uiteraard met beide naalden eventjes testhaken om te kijken hoe het garen zich houdt. De Whirligigette, dat is een 100 grams bolletje en 215 meter aan lengte zit erop. De Whirligig is, even kijken, op het label, het staat niet op de doos, nee, even het label erbij. Er zit 450 gram op, ook haaknaald 3,5 tot 4 en 1000 meter. Dus er zit echt enorm veel op een bol. Scheepjes heeft inmiddels ook al 2 patronen uitgegeven passend bij dit garen. Dat zijn dan de Yarn Afterparty patronen, die worden, noemen ze dan zo. En eentje is van een sjaal, een gebreide sjaal. En een andere is een extreem grote omslagdoek. Dat komt natuurlijk door het garen, dat het werk heel groot wordt. Maar die patronen zijn ook echt super mooi. Dus wie weet overweeg ik zelfs om een van die patronen aan te gaan schaffen. En om dan eventueel een van die patronen te gaan maken ook. Met het garen. Maar daar ben ik dus niet over uit. Want ik wil eigenlijk ook heel graag een tutorial maken met het garen. Want het is zo onwijs mooi en gaaf garen. En ik noem dit ook eigenlijk de grote zus van de Whirl. De Whirl is een cartoon acryl cake. Die zal ik straks ook eventjes in beeld laten zien ter vergelijking. En dit is dus de nieuwe variant. En echt super gaaf. Hangt alleen wel een prijskaartje aan. En dat is een behoorlijk prijskaartje. En ik persoonlijk vind het geld waard. Vanwege de samenstelling. Het is alpaca wol en een ander soort wol. En dat zijn dus gewoon echt natuurlijke vezels. En daar betaal je altijd
meer voor. En aan de hand van het aantal meters wat je hebt, vind ik de prijs meevallen. Als je het terugrekent. Het is uiteraard wel een behoorlijke uitgave die je doet als je dit garen zou gaan kopen. Maar ja, ik heb het gedaan omdat ik mezelf gewoon weer eens een keer een cadeautje gunde. Dus ik heb het gewoon gedaan. Dit bolletje, de Whirligig, zijn verschillende kleuren van te krijgen ook. Ik zal ook eventjes op internet even de kleurkaarten opzoeken. En die laat ik ook eventjes in de video terugkomen, zodat jullie kunnen zien welke kleuren er allemaal zijn. Maar dit bolletje is om en nabij de €14,95. Dat is een beetje de prijs die gehanteerd wordt. En de Whirligig, die dus met het kleurverloop, de grote bol, die doet als prijs om en nabij de €80. Dus het is prijzig. Maar dat zeg ik, het is een qua prijs-kwaliteit verhouding vind ik het te doen. En ja, het is een behoorlijke prijs. Het is een behoorlijke uitgave, maar ik vond dat ik het wel een keertje mocht doen. Dus ik heb het gedaan, want ik wou het gewoon echt heel graag gaan proberen. En wat ik ook echt super gaaf vind, ik ben zelf heel erg gevoelig voor wol. Deze kan ik echt super goed vasthouden. Ik heb nergens reactie op het. Voelt super zacht. Ik kan het zelfs tegen mijn gezicht aanhouden zonder de uitslag van te krijgen. Dus ben ik super blij mee. Dus ja, echt onwijs gaaf garen. Ik ga even mijn haaknaalden pakken. Uiteraard ook het garen. En dan ga ik mijn camera eventjes anders opstellen. En dan ga ik eventjes testhaken om te kijken hoe het garen haakt. Ik ben inmiddels aan tafel gaan zitten en ik heb de bollen klaargezet. Dit is dus de Whirligig. En dit is de Whirligigette. Zoals je kan zien ook op het label. En deze dragen ook het witte label van Scheepjes. En dat betekent dus dat dit ook een luxe premium blend is van Scheepjes. Het staat er ook op vermeld. En daaraan kan je dus ook altijd een beetje de garens herkennen qua prijsklasse. De witte labels van Scheepjes zijn over het algemeen altijd de wat duurdere, luxere garens. En zoals bijvoorbeeld deze. Dat is dan het wat betaalbare garen. Over het algemeen werkt Scheepjes voornamelijk met deze garens af, met deze wikkels allemaal. En de luxe varianten die hebben dus een wit label. En ik heb eventjes een whirl erbij gepakt om dus te kunnen laten zien wat het verschil tussen die twee is. Nou, je ziet het al, de whirl cake is echt beduidend kleiner dan de whirl gig, de Whirligig. En de gig voor, dus dit, de Whirligig, staat voor gigantisch. Daar is dus een afkorting van. Nou, en dat is hij ook met recht als je zo kijkt. Mijn hele hand verdwijnt onder die bol. Terwijl bij de Whirl mijn hand gewoon nog duidelijk zichtbaar is. Maar de Whirl is ook een dunnere draad. Want die haak je, nou, die haak je ook op 3,5-4. Staat hier. Maar de keren dat ik dus met de Whirl gehaakt heb, heb ik hem op 3 gehaakt. En toen viel hij nog heel erg soepel. En de Whirligig haak je dus met een grotere haaknaald. Omdat het garen ook dus echt een stuk dikker is. Kijk, en dat kan je zo op beeld ook mooi zien. Deze draad is dus echt beduidend dikker dan die van de Whirl. Dus dat eventjes ter vergelijking van de twee. De Whirl en de Whirligig. En de Whirligig is dus het grote zusje van de Whirl. Dit bestaat dus helemaal uit wol. Zoals hier ook staat. 20% alpaca, 80% virgin wol. Nou weet ik dus alleen niet specifiek wat voor soort wol dat is. Maar ik kan er dus prima tegen, want ik kan het aanraken. Ik kan normaal gesproken echt helemaal niet tegen wol, maar dit kan ik dus prima aanraken. Kijk, en de Whirl, kijk, dat staat hier.
60% katoen, 40% acryl. Dus het is een compleet andere samenstelling qua garen. Ik ga zowel van de Whirligig als van de Whirligigette, dus de kleine variant, ga ik kleurkaarten ook in de video voorbij laten komen. Om ook te kunnen laten zien hoeveel kleuren er allemaal zijn. Van de Whirligig zijn verschillende kleurverlopen. Met allemaal verschillende kleurtjes ook. En van de Whirligig heb je ook allemaal verschillende kleurtjes. En de Whirligigette kan je dus gebruiken om je Whirligig mee uit te breiden. Zoals je het bij deze ook ziet. De Whirligigette heeft hetzelfde kleurtje als de binnenkant van de Whirligig. Het is allebei geel. En zodoende kun je dus beide gebruiken samen om dus van deze ook het kleurverloop uit te breiden. Of gewoon als je hem helemaal op hebt en je wilt er nog een randje omheen haken, kan je dus deze ook perfect erbij gebruiken omdat die kleur ook erin terugkomt. Dus het is een hele mooie combinatie. En ook dus om niet nog een hele te hoeven kopen, kan je ook een kleintje kopen om je project dus iets mee te gaan vergroten. Zoals je ziet heb ik inmiddels ook haaknaalden neergelegd. Ik heb 3 maten meegenomen. De 4, 4,5 en de 3,5. Dus ik ga even kijken of het ook voldoet. Dus ik zet even mijn grote Whirligig aan de kant. En ik pak mijn Whirligigette erbij. En dan ga ik even wat inzoomen. Zo. En dat vind ik dus ook echt ideaal voor scheepsgarens. Je kan altijd vanuit het midden van je bolletje kan je starten. Heel veel garens die hebben dan ook echt nog zo'n stickertje eraan zitten met Easy Start. Dat ontbreekt dan bij deze. Maar het is niet storend. Je kan hem mooi uit het midden van de bol vandaan halen. En dan ga ik met mijn kleinste haaknaald beginnen. De 3,5. En dan gaan we eens even kijken hoe het materiaal haakt. Even wat meer garen erbij. Zo. Dan gaan we eens even kijken hoe het spul haakt. Dat glijdt echt super glad over je naald heen. Het haakt echt heerlijk. Mooie gladde draad. Nou, haak nu dan met een 3,5. En de draad splijt dus totaal niet. Terwijl het toch wel een redelijk... Als je hier kijkt. Het is toch wel een redelijk losgedraaide draad. Je ziet echt al die draadjes zie je lopen. Maar ik merk er dus echt helemaal niks van tijdens de haken. Het splijt echt helemaal niet. En ik heb ook mijn draad helemaal niet strak op spanning staan. Het haakt gewoon echt waar heerlijk. Ik steek ook niet nu met die kleine maat door de draad heen. Ik glij echt gewoon heel mooi door mijn steek heen. En ik kan mijn draad makkelijk door de steek heen halen zonder dat ik losse draadjes nog meeneem. Dus het garen houdt zich echt perfect. Kijk, dit is dus dan met 3,5 gehaakt. Er zit mooi wat rek in. Valt ook echt soepel. Je voelt wel dat het inderdaad wat compact is. Maar het verliest niet de zachtheid. Dus met een haaknaald 3 of 3,5 zou je al perfect kunnen haken. Dan gaan we even naar de 4. Ja, dat is deze. Gaan we daar gewoon nog even verder op doorhaken. Dat
gaat ook echt perfect. Echt die draad, het glijdt over je naald heen. Het voelt echt heerlijk zacht aan. Echt totaal niet stug. En ook als je dan het gehaakte spul voelt, het blijft ook gewoon echt zacht aanvoelen. En het lijkt ook wel alsof er een heel licht glansje overheen zit. En of dat nou komt omdat het wol is of omdat het misschien behandeld is, dat het een glansje gekregen heeft, dat weet ik niet. Maar er zit echt een hele mooie, subtiele glans zit er overheen. Dat geeft het ook toch nog wel weer eventjes nog wat meer die luxe uitstraling dat het al heeft. Want het is echt een luxe garen natuurlijk. Maar ook met het glansje eroverheen heeft het een nog wat meer luxere uitstraling. Nou, echt met 4 kan het ook perfect gehaakt worden. Gaan we even eentje hoger, een 4,5. Een klein beetje garen erbij. Ja, en ik denk inderdaad, zoals ik het nu dan zie, 4,5 wordt ook niet aangeraden op het label. Maar ja, dat is natuurlijk ook afhankelijk van jouw manier van haken. Maar ik merk dus inderdaad met mijn manier van haken dat 4,5 voor het mooie echt te groot is. Want de steken vallen nu echt al een stuk ruimer. Ja, het ziet er even goed niet lelijk uit hoor. Maar je merkt wel dat je draad daardoor ook wat losser begint te vallen. Waardoor je dus ook gewoon echt al die losse draadjes waar de complete draad uit opgebouwd is ook meer te zien gaat krijgen. Nee, als ik inderdaad een haaknaald moet kiezen, het zou op zich allemaal wel kunnen hoor. Maar mijn voorkeur gaat dan toch uit naar 4. Dat is toch een mooie soepele maat. Maar evengoed ook wel compact. Dus het haaknaald nummer 4 zou ik dus gaan gebruiken om hiermee aan de slag te gaan. Nou, en dan de ultieme test, het uithalen. Nou, perfect. Het gaat echt super makkelijk. Blijf nergens achter hangen. Haal hem echt heel makkelijk uit zonder draad aan hoeven te trekken. En ik leg vervolgens mijn draadje gewoon neer. En nou, de draad ziet er ook gewoon nog steeds perfect uit. Dus de Whirly Gigette slaagt voor de test. Maar het is uiteraard ook natuurlijk de Big Sister, de Whirly Gig. Het is dezelfde draad, alleen dan natuurlijk met kleur. Die slagen echt uitstekend voor de testhaak. Het haakt heerlijk. Het glijdt soepel over je naald heen. Vervolgens haalt het ook echt super makkelijk uit. Het draadje pluist ook eigenlijk helemaal niet. En ondanks de samenstelling van wol, het pluist dus echt helemaal niet. Je ziet wel losse vezeltjes erbovenop zitten. Maar het pluist gewoon echt niet. Echt. Ik ben verliefd. Dit is echt weer een toppertje van scheep is dit. En ik was al, dan zoom ik eventjes wat meer uit ook nog. Ik was al extreem verliefd op deze. Want deze zijn ook gewoon echt gigantisch zacht. En ik ben ook echt heel erg fan van dit garen, van de Whirl. Maar de Whirl komt op de tweede plek. Want
Deze, de Whirly Gig, die heeft gewonnen. Dit is zo extreem zacht. En ook gewoon echt extreem mooi. Ik ben er echt super blij mee. En het is dan een getwijnde draad. Dat kan ik nu ook nog wel even laten zien. Kijk, het zijn dan allemaal losse draadjes. En bij het kleurverloop gaat dus elke keer één draadje qua kleur veranderen. En daardoor krijg je dus het hele mooie subtiele kleurverloop. Dat kan je bijvoorbeeld hier al een beetje zien. Hier zie je dus ook echt het gelige wat omgaat naar groen. En dan krijg je dus eigenlijk wat hier zit. En dat kunnen ze helaas niet voorkomen. Van die kleine knoopjes. En dat is dus waar die kleurovergang elke keer plaatsvindt. Dan gaat er dus één draad van de huidige kleur gaat er dan uit. En die wordt vervangen dan voor het andere kleurtje. En dan krijg je dus het hele mooie, langzame, subtiele kleurverloop krijg je daardoor. En dat is eigenlijk hetzelfde als bij de Rul. Daar heb je dat principe ook. Dat het gewoon meerdere draadjes zijn. Het is getwijnd. En per kleurwisseling gaat er dus één draadje naar een andere kleur toe. En dan krijg je dat hele mooie, zachte, subtiele kleurverloop krijg je. En dat betekent dus helaas ook dat je dan ook echt knoopjes in je werk hebt. Of een beetje pluis. Maar mijn ervaring tot nu toe is elke keer dat je in je haakwerk totaal niet terug te zien is. Mocht het wel zo wezen, had ik dat ook gezegd. Maar het is echt niet terug te zien. Dus ik ga ervan uit dat het met de Whirly Gig ook het geval zal zijn. Maar echt, ik ben verliefd op dit garen. Dit is echt zo extreem zacht. Ik kan er ook gewoon echt niet van afblijven. En ik ben er ook zo blij mee dat ik het dus gewoon ook kan vasthouden. Want ik reageer altijd heel erg op wol. Maar bij deze heb ik dus totaal geen reactie. Geen reactie op mijn handen. En als ik het tegen mijn gezicht aanhoud, krijg ik ook geen reactie. Dus ik ben er echt super blij mee. Dus ik ga nu heel hard bedenken wat ik ga maken met dit geweldige garen. Met de Whirly Giget en de Whirly Gig. Ik heb aardig wat. Ik heb 1215 meter dus in totaal. Dus dat zal echt wel wat leuks worden. Dus ik ga even bedenken wat ik ermee ga doen. En ik hoop ook echt dat ik daar ook een tutorial mee kan gaan maken. Maar het garen heeft de test doorstaan en het is goedgekeurd door mij. Dat was dan mijn review van de Whirly Gig en de Whirly Giget. Uiteraard natuurlijk hetzelfde garen die je met elkaar kan combineren. En zoals je hebt kunnen horen, ik ben echt mega, mega enthousiast over dit garen. Mocht je interesse hebben ook in dit garen en het eventueel willen kopen, via internet zijn tal van winkels die dit verkopen. Zoek gewoon eventjes op Whirly Gig op Google en dan kom je echt heel veel shops tegen waar je dat kan bestellen. Wil je het liever van tevoren eerst eventjes vasthouden voordat je het koopt? Wat natuurlijk begrijpelijk is, omdat er wol in zit. Dat was voor mij ook een reden om het dus niet online te bestellen, maar het gewoon om te gaan voelen. Omdat ik natuurlijk echt reageer op wol. Maar het is dus mij enorm meevallen. Ik kan het gewoon echt heerlijk vasthouden en aanraken. Ik kan het zelfs als kussentje gebruiken. Dat is echt super, super, super zacht. Maar wil je het dus, voordat je het koopt, vasthouden? Ga dan naar een winkel toe die scheepjesgarens verkoopt. Want elke winkel die scheepjesgarens verkoopt, kan ook deze gaan verkopen. Mochten ze het niet fysiek in de winkel hebben liggen, kunnen ze het gewoon los bestellen. Dus dan kunnen ze het voor je bestellen en dan kun je het ook gewoon vasthouden als het binnen is. Wil je wel de gok aangaan, dan kan je dus ook gewoon via internet gaan bestellen. De richtprijs is ongeveer 79 à 80 euro voor de Whirly Gig. En de Whirly Giget is rond de 15 euro per bol, zeg maar. En deze die gebruik je dus om eventueel je grootte te vergroten.
Dus mocht je net eventjes iets te kort hebben, kan je met zo'n whirly gigot, kan je dus je verloop gaan verlengen. Zoals gezegd, ga ik nog eventjes foto's toevoegen van de kleurkaarten van het garen. Want er zijn natuurlijk na deze kleur nog vele andere kleuren te verkrijgen. Dit is dan de 203, Teal to Yellow. En er zijn dus nog meer varianten. En net zoals van de Whirly Gigot heb je ook nog meerdere kleurtjes. Dus die kaart ga ik eventjes toevoegen ook, zodat je dat ook eventjes kan bekijken. En dan wil ik daarbij zeggen van, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik vond het heel erg leuk om deze video op te nemen. En ik kwijl me echt helemaal suf bij dit garen. Het is echt zo onwijs gaaf spul. Dus ik ga heel hard bedenken wat ik ermee ga maken. En wat ik er ook mee ga filmen. Want ik wil echt een keer in een tutorial gaan gebruiken. Maar goed, voor nu wil ik jullie heel erg gaan bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik zou het heel erg leuk vinden als je je abonneert op mijn kanaal. Doe dat door eventjes een klik te geven op de rode abonneerknop. En druk dan ook eventjes op het belletje naast die rode abonneerknop. Want dan krijg je automatische melding als ik een nieuwe video plaats op mijn kanaal. Voor nu dus heel erg bedankt voor het kijken. En wie weet tot kijk in een van mijn andere video's. Doeg!